leuk te kijken in deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik dacht ik ga jullie vandaag even alles laten zien wat ik mee ga nemen op een cursusdag. Ik heb zo direct cursus, want ik moet natuurlijk ook voor mijn werk, gewoon mijn huidige werk. Ik doe weliswaar mijn opleiding, maar goed, voor mijn huidige werk moet ik natuurlijk ook punten halen. En ik ben nu eerst lekker bezig met mijn smoothie en ik heb pasta opstaan. En ik ben even fruitsalade aan het maken, want ondanks dat alles inclusief is, het is voordeel van volwassen onderwijs dan. Maar ga ik niet vanuit persen dat dat vegan is, dus dat ga ik bij deze jullie laten zien. Oké, ik heb wat nectarinetjes, anderhalf gesneden en ik heb twee banaantjes gesneden. Ga ik zo direct kaneel overheen doen en ik ga de bevroren bouw best bij doen, zodat het zo lang mogelijk lekker blijft. En ik ben pasta aan het koken en dat is bijna zover. Blauwe bessen bij gedaan, pasta afgegoten en in een bakje alvast gedaan. En daar komen tomaatjes bij, zoete puntpaprika, mais en ik denk dat ik er nog wel wat andere dingen bij ga doen, daar kom ik zo over terug. En een olijfje en augurk bij gedaan. Even lekker omwisselen. Er overheen gaat citroen. En tahin. Zo ziet dat eruit, iets bijster spectaculair. Maar goed, dan weet je het. En ik ga er nog even wat nootjes overheen doen en cranberries. En ik gooi er ook eventjes wat rucola sla bij. En het resultaat is met kaneel, met sla en nootjes. En dit gaat mee, lekker. Zo, ontbijt is op, alles is klaar. Snel douchen, aankleden en anders ben ik te laat. Hopelijk heb je hier wat aan deze korte inspiratievideo. Dankjewel voor het kijken. Heb je vragen, opmerkingen, andere dingen, laat het weer beneden achter. En tot de volgende keer. Hi! Ik uit de toekomst. Ik was de video aan het editen en ik vond eigenlijk dat ik niet genoeg duidelijk uitlegde waarom ik nou zelf mee eten meeneem. Nou, hoe doe ik dat gewoon naar mijn werk? Neem ik ook altijd zelf eten mee. Dus als ik ergens naartoe ga, neem ik ook eten mee. En mag je zeggen, ja, misschien is dat wel heel overdreven, maar ik ben als vegetariër te vaak op mijn gevallen dat er niks te eten voor me was. Dat er overal vlees of vis in zat. En eigenlijk is dat dus de gewoonte die ik nog steeds meeneem naar de dingen die ik dus nu doe. Dus vandaar dat ik, ondanks dat alles inclusief was, we gingen eten, of er was een cursus zeg maar bij van de Valk Hotels. En dan denk je, wauw, dat is allemaal goed georganiseerd. Het enige wat er echt goed georganiseerd waren, of gore patatjes die helemaal fluff waren, of rucola sla. Dus ik heb uiteindelijk gewoon rucola sla gewoon bij mijn eten gedaan, gewoon voor de gezelligheid. En dan zijn mensen, ja, maar ik voel me daar ongemakkelijk over. Ik heb één vraag gehad. Op 2 dagen tijd heb ik maar 1 vraag gehad waarom ik mijn eigen eten meenam. En de rest was eigenlijk al, oh lekker, jij hebt zelf eten mee. Oh, dat ziet er zoveel lekkerder uit als wat we hier hebben. Ondanks dat van de Valk is redelijk goed eten. Maar het is gewoon niet ingesteld op veganisme. En ja, dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Hopelijk hebben jullie hier wat aan. Neem gewoon, dus als je ergens naartoe gaat, gewoon lekker je eigen eten mee. Liever mee verlegen dan onverlegen. Want er is niks zo irritant als dat je niks kan eten. Of is de optie dan, dus je gaat de fout in. Dus je gaat iets eten wat je eigenlijk niet wil eten. Of je eet niet en je wordt chagrijnig omdat er gewoon, dat je gewoon trek hebt. En als je 2 dagen cursus hebt, is dat gewoon niet fijn. Dus dan regel ik het liever zelf. Goed, hebben jullie wat aan? Heb je vragen, opmerkingen, andere dingen? Laat natuurlijk weer beneden achter. En hopelijk zie ik je in de volgende video.